Eigenlijk ben je een bruisbal. Gooi dat gewoon op de grond, ja, dan spat dat open, maar dat gebeurt. Komt er niet goed uit. Ja. Snap je wat ik bedoel? It's not fizzing. No, it's not fizzing. Ja, zoek uw water. Ja. Het water voor je bruisbal. For real? Hi guys, en welkom bij een nieuwe aflevering van For Real Podcast. Ik ben Jol. Ik ben Lia. Claudia. En Tashi. De volgorde. De volgorde, altijd moeilijk, altijd moeilijk. We gaan het vandaag over een onderwerp hebben, een woord dat ons superveel rond de oren wordt gegooid. Het is super, ja, hip is het verkeerde woord, maar we horen het wel overal. Het is veelomvattend en toch weten mensen langs de andere kant ook niet wat dat juist is. Mm-hmm. We hebben het vandaag over anxiety. In al zijn vormen, al de maten, gewichten. Dus ja, is het een woord waar jullie iets mee hebben, persoonlijk? Ja. Ja, ik heb persoonlijk, ik heb het wel al leren controleren, maar ik heb wel redelijk wel last van anxiety in bepaalde situaties. Maar dat is dan vaak dan zo, wanneer dat je in grote groepen moet toekomen en dat je niet weet hoe dat je moet gedragen. Mm-hmm. En een soort van angst dat je zo overvalt en dat je zo niet goed weet hoe dat je ermee moet omgaan. Mm-hmm. Dat is zo de anxiety dat ik ken, bijvoorbeeld. Dan zou je daar als woord opkleven social anxiety. Dat is denk ik iets wat wel herkenbaar is voor ons allemaal. Ik heb dat wel meer gecreëerd door de afgelopen 5 jaar en zo het influencergegeven. Mm-hmm. Heb ik dat wel meer gevormd dan dat ik het ervoor had. Ja, dat is eigenlijk super gek, want voordat ik ook zo wat meer in die wereld zat, dan kon ik eigenlijk super op zijn gemak naar het jeugdhuis gaan, niet weten wie dat er ging zijn, gewoon binnengaan. En je komt de eerste, de beste persoon tegen en je begint daar tegen te babbelen. En ik was daar eigenlijk super op mijn gemak mee, totdat ik eigenlijk meer in die wereld terechtkwam. Bij mij is het net andersom. Echt? Ik heb net leren socializen door de influencerwereld en door al die events. Want ja, je moet wel. Je hebt geen keuze. Het is beter om te leren hoe dat het moet dan gewoon in een hoekje te staan. Want daarvoor had ik er wel veel last van. Ja, ik denk zo aan zich dat zo het ding is van een babbel te starten, dat wel gaat. Maar zo, ik ga moeilijker met zo gezichten die naar u gaan. En dan, ik ben mij precies veel bewuster van, oh nee, wat gaan mensen over mij zeggen? En niet per se op die events, maar ik heb dat bijvoorbeeld in het tagmerk gegeven dan, als we dan zo op een feestje of zo ergens komen. Niet iedereen is altijd zo even, dan ben ik altijd van, oei, dat is raar, hè? Maar dan denk ik, Wat zijn die nu van mij aan het denken? Welk beeld hebben die van mij? Als ik nu één keer misschien een slechte dag heb en ik doe niet zo vriendelijk, dan gaan die misschien al dat beeld van mij hebben. Daar heb ik het wel moeilijk mee. Maar is dat social anxiety? Ik weet dat niet. Dat heb ik wel totaal niet. Dat boeit me echt niet. Ik denk het wel, maar ik heb dat harder in het dagelijkse leven, omdat dat daar misschien meer boeit wat dat mensen denken. Ja. Maar eens dat je je daarover zet, dan wordt dat echt iets van niks. Dat is waar. Maar ik denk dat soms dat ik dan op events of zo... Bijvoorbeeld, ik was dan, we zijn eens in Brussel geweest, waar ik u en Ender tegenkwam op een première. En daar hebben wij toen volgens mij maximum 30 woorden tegen elkaar uitgewisseld. En dan zit je weer zo plots weg en dan kan ik zo in dat stoel zitten en denken... God, ben ik nu onbeleefd geweest? Of was dat gewoon hoe dat alles zich... hoe dat alles vorderde daar en was dat de drukte ervan? En ik had me daar soms die oppervlakkigheid van die... Oh, had ik zo slecht op. En dan heb ik dat precies voor mijn eigen al afgeblokt. Van, ik ga nu niet zo gaan smalltalken met iedereen, want ik vind dat... Ik haat dat. Ik kan dat eigenlijk gewoon niet. Nee. Als ik mensen leer kennen, ik weet gewoon niet over wat ik moet praten. Als ik ze niet ken, I don't know, dan ben ik gewoon stil. Maar ook gewoon, ja, dat wat mensen denken over mij, dat vind ik niet per se erg. Maar dat kan zo'n keileuk event geweest zijn, of met Michel feestjes of festivals. En dan ga ik naar huis en dan heb ik direct het gevoel van, ik was saai. En mensen haten mij. En ik was stom. En ik kan mij er zo in opboeien, terwijl dat misschien totaal ook niet zo was. Maar ja, dat heb ik dan wel. Heb ik in real life, om het zo te onderscheiden, heb ik dat heel hard. Ik heb dat ooit eens gehad tijdens een mondeling examen. En dat is precies een outer body experience, want... Je bent aan het praten en ineens stel ik me de vraag, hoe kom ik over? Wat denkt hij nu van mij? Is dat eigenlijk nuttig wat ik aan het zeggen ben? En ik ben gewoon helemaal zo gefreezed en gewoon ook aan die man moeten toegeven van, sorry, maar ik ben aan het praten en ik heb eigenlijk geen idee wat ik nu aan het zeggen ben. Gewoon omdat ik zo'n paniek kreeg en dat heb ik soms, met nieuwe mensen te leren kennen, inderdaad, dat ik dat ook heb van, shit, hoe kom ik over? En is dat niet raar wat ik zeg? En terwijl ik al aan het praten ben en dan... En dan loopt het helemaal mis, want eigenlijk moet ik dan gewoon die knop kunnen afzetten en gewoon mijn ding doen. Ja, of als je inderdaad dan zo wat toeklapt en dan begint na te denken van fuck, en nu ben ik niks aan het zeggen en mensen gaan denken dat ik
allee, niet tof vind, ja, of dat ik saai ben, of dat ik iets te vertellen heb. En, maar dat is eigenlijk... Ik bekijk dat altijd... Eigenlijk ben je een bruisbal. Dat is zo, als je in een goede situatie bent, dan begin je eigenlijk open te bruisen. En dan, want ik merk dat heel erg in groepen waar ik me echt op mijn gemak voel, zoals bij jullie, kan ik echt gewoon babbelen en dan stotter ik ook veel minder en al die dingen. Maar als je, zoals een bruisbal, je gooit dat gewoon op de grond, ja, dan spat dat open, maar dat komt er niet goed uit. Ja. Snap je wat ik bedoel? It's not fizzing. No, it's not fizzing. You have to fizz in de juiste omgevingen met de juiste Zoek mensen. Zoek uw water. Ja. Het water voor je bruisbal. Exact. En daarom dat het eigenlijk ook niet erg is dat je niet in elke situatie die fizzing persoon kunt zijn, want dat wil dat gewoon zeggen dat je op dat moment één je misschien niet super op je gemak voelt, misschien niet in de juiste omgeving bent met de juiste mensen. En dat is niet erg, maar... Ik vind ook dat je jezelf ook niet mocht afschrikken als dat dan één keer gebeurt in die omgeving, dat je automatisch moet denken dat dat de tweede keer ook gebeurt. Ja, dat altijd gebeurt. Zo is. Ja. Dus je moet jezelf ook zowel kansen geven van, oké, weet je, het is niet erg dat ik nu even niet superveel heb gezegd, misschien volgende keer. Ja, ik heb dat soms omdat op de video's dat ik naar posts waar ik in zit, bijvoorbeeld op TechMegan, ben ik altijd zo heel... luid en enthousiast en happy. En ik ben dat ook heel veel momenten niet. En soms heb ik iets dat mensen niet snappen, eigenlijk dat ik in het echt nog relatief stil kan zijn en dat ook eigenlijk wel veel ben. Nu hier ook in die podcast, ik babbel dan echt door. Maar ik weet niet of jullie dat doen, maar als we dan zo aan het lunchen zijn of zo, dan ben ik ook dus, heel graag heel stil. Uw oplaadmoment. Ja, en... Ik ben denk ik ook wel een introvert. Maar op die events kan ik dan ook weer uren door blijven praten. Maar dat is even een paar uurtjes en dan kom ik echt drained thuis. Ja. Dan wil ik echt gewoon in stilte eten, alleen zonder te vertellen hoe mijn dag was of op vragen te antwoorden. Dat is ook waar ik zo goed op kan gaan. Zo bij kopen bijvoorbeeld, die kan me echt blij maken met stilte. Dat vind ik echt gewoon even zitten en een beetje tv kijken en niet te veel zeggen, omdat soms de dag al zo over u kan komen dat je al zo veel moet doen en dan wil je gewoon... op je gemak zijn. Weet je, dat is een concept dat heet zo je mouse moment. Heb je er al van gehoord? Nee. Dat je moet eens opzoeken op TikTok als je typt zo my mouse moment. Is het moment dat je eigenlijk alleen aan de keukentafel zit en gewoon je eten in stilte aan het opeten bent. Dat is je little mouse moment. Gelijk dat muisje. Is dat van die meme? Er is toch zo'n muisje die zo'n crackertje eet? Ik denk dat dat inderdaad dat is. En, I wanna cry. Ja, als je gewoon die momenten inderdaad pakt. En, of je kunt dat hebben, zelfs in een groep, als wij dan bijvoorbeeld samen aan het lunchen zijn. En je hebt niet het gevoel dat je de hele tijd iets moet zeggen. Dat is zo nice. En dat helpt... Dat werkt je social anxiety of je anxiety eigenlijk al een beetje tegen, vind ik. Dat is zo... Dat je weet van, ik moet eigenlijk niet performen. Ik mag eigenlijk mezelf zijn. Ja. Ik mag even stil zijn en mijn tijd pakken voor mezelf. Maar dat heb ik wel leren doen, zo minder mij aantrekken. Zeker in de event scene met Mich dan, als wij vaak uitgaan en veel mensen ontmoeten. Dan, als ik het niet voel, dan doe ik het gewoon niet. Maar het probleem daarmee is dat veel mensen ook denken dat ik een bitch ben. Gewoon omdat ik stil ben. Oh, dat heb ik. Ja. Keihard. Maar het ding is, als jij mij kent en je zegt ik ben een bitch... Ça va. I don't mind. Maar als je mij niet kent en vindt dat ik een bitch ben, dan ben ik niet eerlijk. But you're not a bitch. En jij ook niet. Alles behalve... Allee, voor Tasje dan. Maar ik heb gewoon een resting bitch face. En ik ben een luisteraar. En als ik op mijn werk ben of op de danstraining bijvoorbeeld, ben ik gewoon gefocust. Ik ga niet chitchatten tijdens dat ik mijn job aan het doen ben. Ja. En mensen associëren dat met asociaal zijn, boos zijn. Exact. Of een bitch zijn. En dat is gewoon... ook als ik dan last heb van faalangst of anxiety, dat uitzicht in pure stilte. Ja. Dus dat is niet dat ik niet geïnteresseerd ben of niks. Dat is gewoon mijn manier van dat te uiten. Mouse moment. Ja, altijd. Want nu drop je een ander woord, faalangst. Dat is ook een vorm van anxiety. Ja. Is dat zo uw main... Ik denk wel dat ik er meer last van heb dan dat ik zelf durf toe te geven. Je bent ook een enorme... Perfectionisme. Ja. Maar mijn perfectionisme bedrukt dat of onderdrukt dat wat. Maar ja, daardoor komt er dan weer prestatiedruk. En het hangt allemaal wel samen of zo. Dus ik denk wel dat ik er last van heb. Presteren jullie onder druk? Ik eigenlijk beter dan omgekeerd. Zo tegen een deadline werken komt er meer uit mij dan dat je mij een week op voorhand... Same. Ja, ik heb wel zo wat die stress er rond nodig. Ja, ik niet eigenlijk. Nee? Ik moet echt zo voelen dat ik mijn ruimte heb om goed te kunnen voorbereiden en het beste te er kunnen uithalen. Want ik perceer echt niet onder druk. Bijvoorbeeld zo presentaties en al... ik klap helemaal toe.
vind dat vreselijk. Ja, voorbereiding is sowieso wel key, maar ik presteer nog beter mee tijdens druk of weet ik veel. Bij mijn examens of op school deed ik de rol eigenlijk altijd dicht, mm-hmm. overdag. Omdat als mijn brein dacht, want die 's avonds, dan heb je minder tijd, dus dan werkte ik gewoon beter doorheen de dag. Wow. En zo zat ik soms voor mijn bachelorproef echt een week gewoon in een donkere kamer, gewoon trrr, te gaan. Maar dat is wel een heel goede tip, denk ik. Ja, als je beter studeert in de avond, dan is dat inderdaad een goede tip. Ik kreeg stress van de avond. Ik kon altijd beter vroeger opstaan, maar niet in de avond lang doorstuderen. Nee, bij mij was dat wel omgekeerd. Voor mij was de avond en de nacht ook. Ja. We waren ook met 6 thuis toen ik toen nog thuis woonde. En in de avond was het gewoon altijd heel druk. En je ziet mijn broers en mijn zussen die dan nog komen babbelen en binnenkomen. Het moment dat iedereen aan het slapen was, dan deed ik mijn lichtje aan van mijn bureau, van mijn bureaulamp. En dan kon ik echt op mijn gemak studeren. Want ik wist, niemand gaat mij storen. En ik kan letterlijk gewoon doorstuderen. Mm-hmm. Oké, het is 4 uur. Ik moet om 6:30 opstaan. Ik ga even mijn ogen sluiten. Hup, ik pak mijn papieren, want dan zit er ook nog vers in. Met... Ik ga dit even afkeuren. 2 uur slapen voor een examen is fucking nefast. Nee, dit advies nemen jullie niet mee. Sorry. Kijk, it worked for me. Ik heb nooit herexamens gehad, so it worked for me as well. Dat kan mijn leerkrachtenbrein niet aan. Ze hebben mij altijd geleerd dat je toch zeker 6 uur slaap moet nodig hebben om dingen te verwerken in je hersenen. Oké, agree. Maar ik denk echt dat ik een beetje een korttermijngeheugen heb soms. En zeker met grote brokken. Ik moet echt wel heel kort mijn leerstof nog er hebben ingekregen, al is het door dan heel weinig te slapen, dat ik gewoon weet, ik sta op en dat ik zo echt nog een beetje kan visualiseren hoe dat ik alles had opgeschreven. En dat werkte wel voor mij. Maar misschien niet zo'n supergoeie tip, maar het werkt wel. Ik deed wel siestas. Na mijn examen gewoon lunchen en dan even slapen. Ja, om inderdaad. Toch nog wel iets van slaap te hebben. Ik kan niet zo goed dutjes doen. Oh, ik heb kei makkelijk. Ik zou hier kunnen slapen. hoe lang is een dutje bij jullie? Dat kan van alles zijn. Dat kan 10 minuten zijn. Oh, dan lig ik nog niet in slaap. Dan ben ik heel aan het denken. Dus dan doe ik mijn ogen dicht en dan denk ik in mijn hoofd. Oei, nu is het nog maar 9 minuten. En tegen dat ik dan in slaap lig, dan heb ik 1 minuut gepitten en dan ben ik terug wakker. Hoe moe dat je bent. Maar bij mijn examens kon ik echt makkelijk op 10 minuten gaan. En dan was ik helemaal recharged en ready to go. Ja. Ik kan zo niet een dutje doen en mijn wekker een kwartier later zetten. Dat moet zo meteen een uur zijn. En sorry, ik word altijd wakker van een dutje. Mega sweaty. Kwijl uit mijn mond. Ja. Sorry, er is niks nice aan een dutje. Je bent super warm. Je bent echt in een ander universum. Ik heb iets tegen dutjes eigenlijk. Dat is mijn confession. Ik heb eigenlijk super vaak dat als ik zo een mini dutje doe, dat ik zo sleep paralysis heb. Dan, ik beland heel snel in die dingen als ik mini dutjes erin de dag doe. Want bijvoorbeeld zo Ender zijn achtergrond is wanneer ik juist wakker ben uit zo'n sleep paralysis. En dat is... I'm a monster. Dat is echt super erg. Ik kom precies echt uit mijn nachtmerrie. Dat is echt eng. Mijn haar helemaal, moeilijk. Maar ik heb wel gezien dat er een regel staat op dutjes doen. Dat is op ons werk, dan doen we elk jaar zo een mental health week. En dan krijgen we smoothies en mogen we sessies volgen. En we hebben zo eens een sessie gehad van microsleeping. Dus dat je eigenlijk op het werk ook mini-dutjes mocht doen. En dan leren ze hoe dat je dat moet doen. En we hebben dan zo een keer... een sessie van een uur gaat en ze zeggen van oké, je moet ofwel 15 minuten slapen of 45, omdat je dan met je remslaap zit en zo. Ja. En als je dat te kort doet of je wordt te vroeg wakker, dan komt je er heel duizelig en dizzy uit. Mm. Dus het is 15 minuten, 3 kwartier en dan zo altijd op die manier werken. Ja, dus een uur is eigenlijk al te lang. Ja, wel. Ik weet dat er zo een bepaald systeem achter zit en dat iets met je remslaap te maken heeft, maar ik heb dan zo ooit eens gehoord dat het ideale dutje 7 minuten is. Oef. Nee, dat is kort. Dat is kort. Dat is echt kort. Maar ja, is dat dan ingerekend? Maar je doet je ogen toe en je moet in die slaap vallen? Of... dat vraag ik me dus ook af. Hè, want op het moment of ik kan zo mijn ogen dicht doen en echt binnen de 3 minuten weg zijn. Mm-hmm. Maar andere momenten, zeker tijdens de dag, ik kan dat niet zo goed. Maar vanaf wat donker is buiten, leg mij neer en ik ben wel weg. Amai, bij mij is het omgekeerd. Overdag kan ik echt makkelijk dutjes doen, maar dan 's nachts als ik moet slapen, dan echt super wakker. Met een beetje een hamster zo. In de nacht word je wakker. Ja. Okay, ik ben ook gewoon geen nachtmens. Allee, ik moet echt door de nacht slapen, want de nacht maakt mij bang. Als ik wakker word om 3 uur, dan heb ik ook heel veel anxiety. Zo wakker worden om 3 uur, niet meer in slaap kunnen vallen en dan heel je leven beginnen te overdenken en dat 100 keer zo erg wordt omdat het donker is, er is niemand wakker, je kunt niemand bereiken. Je wilt je mama ook niet gaan wakker maken, want ja, poor woman heeft ook haar slaap nodig. En dan leek daar echt soms zo alles te bedenken van heel mijn leven is een flop. Ja, ik ken het algemeen met de winter. Heel hard. Ja. En depressie komt daarbij kijken. Nu...
Nu dat zonnetje schijnt, niet. Maar vanaf dat donker wordt, heb ik dat dan weer wel. Maar ik vind hem dit jaar minder heftig als vorig jaar. Ja, het valt best goed mee. Vorig jaar heb ik ook die winterdip super hard gevoeld. Maar nu vind ik januari eigenlijk... It's going. Misschien komt dat omdat we aan het toewerken waren naar dit. Ja, leuk projectjes inderdaad. Aan het inplannen zijn, lunchjes aan het inplannen zijn. Dat helpt mij wel. Dat is wel waar. Maar worden jullie dan zo... Hebben jullie dan niet zo die nacht-anxiety? Ik heb bijvoorbeeld, ik vind dat geweldig als ik in de nacht wakker word, want dan weet ik, oh my god, ik kan terug gaan slapen. Ja, dat heb ik ook, maar niet als ik alleen ben. Ah ja, oké, op en, die manier. Ja, ik weet niet, ik kan er echt bij mij is dat niet wakker worden en die anxiety. Bij mij is dat, ik kan gewoon niet slapen en dan begint de bal te rollen en het wordt erger en erger naarmate dat de nacht verder gaat. En dan is het 4 uur 's morgens en ik zit echt al super diep en dat is wel... gevaarlijk. En dan moeten opstaan, not fun. Nee. Want ik heb dat ook meestal in nachten dat ik weet dat mijn wekker vroeg staat. Dan slaap ik ook slechter als er een wekker staat. Dan ben ik ook meestal zo vanaf 2 uur voordat die wekker gaat, zoiets om 5 uur al van, oké, nu ga ik nog voortslapen. Dan word ik om 6 uur nog eens wakker. En dan van 6 tot 7, als je om 7 staat, is dat zo om... Schrik om je te overslapen ook. Dat ik denk van shit, als ik nu terug in slaap val en diep in slaap val, ja, dan mis ik het. Ik kan mij ook niet zo goed over... Ik denk dat er nog zelden tot nooit een moment is geweest in mijn leven dat ik mij heb overslapen. Echt? Can't relate. Mentaal weten mijn hersenen precies dat er een wekker staat te wachten op mij. Maar ik vind dat wel sterk, want zo overslapen... Ja, ik heb dat 2 keer heel heftig gehad, maar bij mij ligt dat dus echt aan dromen. Vanaf dat ik begin te dromen, kan ik echt voor 2 uur weg zijn... En ik heb dus ooit gedroomd dat ik opstond, mijn tanden uitgepoetst, om te eten, naar school was gegaan. En ik word echt gewoon wakker in het midden van de dag. Jij zo, I'm still here. Ja. En dan naar school gaan en leg het dan maar eens uit van... Ja, ik heb eigenlijk gewoon gepit tot de middag. Die geloofde mij niet, hè. Yeah. Dus ja, ik had gedroomd dat ik hier was. Maar de intentie was er, maar I just didn't show up. Strafstudie. Ja. Zo typisch school. Oké, afdwalende. Over zo angsten gesproken, hebben jullie fobieën? Echt zo heel specifieke angsten. Donker. Nacht. Echt waar. Ik ben een grote baby. Ik laat mij achter in een bos en ik weet mijn eigen te plannen. Maar dat heb ik ook. Oh, ik ben gewoon... Er is iets in mij. Mijn inner child heeft niet leren omgaan met donker en alleen zijn. Echt waar. Ik kan niet... Oh, als ik als laatste in slaap moet vallen in ons huis en ik weet dat mijn papa al een paar uur zijn gaan slapen en ik kom om 1 uur alleen thuis, ik kan soms moet mijn eigen moed verzamelen om de trap op te gaan. Ik vind dat schrijnend. Ik kan dat niet. Damn. En kun je dat trainen eigenlijk? Nee, ik weet dat niet. Waarschijnlijk wel, maar dan ook als ik naar het toilet moet, is dat echt zo mijn lampje aansteken, over de gang gaan, laat echt spurten over de gang, bang dat er iemand staat. Ja, echt waar. Er is 1 keer ook ingebroken bij ons en sindsdien is dat ook wel echt blijven hangen. Ja, dat is ook dus de main reden dat ik niet... alleen durf reizen en eigenlijk ook niet alleen durf gaan wonen. Ik ben bang dat ik te bang ga zijn. Ik ben super angstig. Ik haat dat. Damn. Haat het, echt waar. Ik kan heel weinig dingen zo... Ik ben geen stoere. Echt niet. Ik ben een woes. Dus als er mensen aan het luisteren zijn die dat u tips kunnen geven over hoe dat je angst voor het donker kunt overkomen, altijd welkom ik zei in de comments. Ik zou super graag dit jaar alleen naar Disney World willen gaan. Wat mij gewoon tegen dat het enigste is dat ik bang ben dat ik op dat hotel ga wakker worden in het midden van de nacht om 3 uur. En dat ik echt gewoon mijn eigen niet ga kunnen beheersen. Niemand is wakker, niemand die kennis bij mij. Ik vind dat super kut. En ik kan mij er ook niet over zetten. Langs de andere kant denk ik, moet ik het niet gewoon doen? Gewoon doen en er niet aan denken. Gewoon doen. Hoe meer dat je erover denkt en dat overdenkt, hoe erger het volgens mij gaat worden. Ik ben altijd bang dat er zo plots iemand ergens gaat... Ja, ik zeg het, die inbraak heeft echt een rare... Maar niemand was thuis ook toen, hè, maar dat heeft echt iets op mij achtergelaten. Ik weet het niet. Mijn fobie is schimmel. Wow. Ik ga daar zo slecht op. Als ik iets beschimmeld vind in de ijskast... Heel die ijskast moet weg. En vuilbakken en zo. Ik vind dat echt... Schimmelkaas? Ik heb megalofobia. Weet je wat dat is? Bang dat van grote dingen? Ja. Zo, dingen die uit proportie zijn. Kent je zo die TikToks waarbij je zo de sound is? Yo. Ja. Die sound geeft mij stress. Ja, echt. Dat daar ben ik bang van. Enge dingen in zitten. Ja, en dan krijg je dus die afbeeldingen van bijvoorbeeld schepen die dan niet in het water liggen, maar dat je zo de onderkant ziet, die dan zo... Yo, ik...
ik krijg daar echt stress van. Ik vind dat vreselijk. Of daar juist hebben we ook van zo een video waarbij dat je dan grote standbeelden onder water of zo grote bruggen onder water. En ik kan echt beginnen huilen. Als iemand mij dat zo off-guard laat zien, ik kruip in een hoekje. Van gewoon het idee dat jij zo small bent tegenover... Ik heb dat met zo een uitzoom-video van hoe klein dat we eigenlijk zijn in het universum. Dat maakt mij ook een beetje panisch, want dan denk ik, waarover stress ik? Ja, maar dat is misschien wel een goede manier om over je anxiety te geraken. Dat geeft mij geen stress. Als je die reminder hebt van, who cares, zoveel mensen. Inderdaad, niemand ligt ervan wakker. Mm-hmm. Maar dat kan ik ook niet van mij afzetten. Wat mensen van mij denken, ik heb daar heel veel moeite mee. Als zo mensen een haatcomment posten op iets, dan denk ik echt van, waarom doe jij mij dit aan? Jij kent mij niet. Zo, dan kan ik er zo, en is dat je beeld van mij? Of zo mensen die je zo gewoon haten op wie dat je bent, dan denk ik... Huh? Dat zeg ik ook vaak, hè, van ik mag haar niet, ik weet niet waarom. En dan denk ik, en wat moet ik met deze info? Hoe moet ik nu aan de slag met jouw problemen? How can I fix it for you? En langs de andere kant heb ik dat ook wel soms bij mensen, maar ik kan daar wel vaak een reden op plakken van waarom dat ik niet vibe met u of zo. Mm. Dus ja, ik weet niet. Nochtans, ik heb ook heel veel boosheid en haat in mij, dat heb ik al veel gezegd tegen jullie. Maar ja, en het concept van mensen die gewoon zeggen, ja... Ik moet het niet. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar het is één ding om dat te denken en dat misschien met je vrienden te bespreken en die dingen, maar het is nog iets anders dan dat echt te commenten. Dat was eigenlijk alsof dat jij dat niet gaat lezen. Dat is mijn Tashi's thought of the day. Mm-hmm. Leef en laat leven. Ja, dat vind ik een heel mooie. Ik was gisteren op TikTok aan het scrollen en ik zag zoveel haatvideo's en zo reactionvideo's, maar dan zo judging en dan haatcomments. En dan denk ik, je kan ook gewoon scrollen. Mm-hmm. Maar je moet dat niet... I don't know, ik vind dat zoiets gemeen. Je bent echt gewoon gemeen als je dat doet. Weet je, ik kan hier nu een video kijken die aan jullie tonen en iets gemeen zeggen. Valid. Maar waarom zou je dat in godsnaam onder die video posten? En vooral mijn anoniem profiel. Grow some balls, echt waar. Sorry. Ja. Het is echt... Same, maar dat is toch, die posten dat toch ook enkel alleen om te kwetsen? Ja. Dat is dan het ding, van dat is gewoon echt uit het hart gewoon gemeen. Ja. Dat was ook zoiets, ik had van de week een video gezien van zo'n meisje, een mama die haar dochter had gepost. En die dochter was heel ziek geweest en of ze had ook een soort beperking of zo. Waardoor haar zicht anders was. Dus haar ogen hadden ook een andere stand. En dan waren er echt zo keiveel mensen die reageerden. Ah, zo lief. Ze kan haar mama en haar papa tegelijk kijken. Dat die mama er ook echt zo gewoon op reageerde van... Oh nee, maar dat snap ik echt niet. En dan denk ik ook echt zo over... Een kind, dat gewoon... Ik snap het niet, want voor diezelfde tijd dat je iets negatiefs tipt, kun je ook gewoon iets liefs of iets positiefs de wereld insturen. Maar toch kiest jij ervoor, bewust, om iets negatiefs te typen. Dat gaat er bij mij echt niet in. Maar en altijd zo goed als bijna altijd anoniem, hè. Dat vind ik dan nog het zieligste van al, dat je zo stoer komt doen, maar dat je wel toch niet stoer genoeg bent om je gezicht te tonen. Ja, dat vind ik de grootste dingen. Want, en vaak als je daar ook op reageert, komen die dubbel zo zacht terug van... Oh, maar bedoelde dat zo niet, hè? Mich krijgt echt vaak haat van zo'n jongens die zo in zijn DM zo komen haten. En je echt kut DJ en je draait kut muziek. En dan comment hij gewoon van, ja, waarom zeg je dat? En dat is toch niet nodig? Only love, bla, bla, bla. En dan komen ze meestal terug. Ah ja, bro, nee, dat was echt niet gemeend. Wil je samen draaien? Oh, ja. Maar zo gebeurt zo vaak. Dat is echt zoveel op die manier. Ja, ik ben eigenlijk een grote fan, sorry. Blocked, bye. Dat doe ik ook wel veel. Ze veel blokkeren. Dat snap ik ook. Als mensen comments plaatsen, het eerste wat ik echt gewoon doe, is heel vaak gewoon... Sorry, echt geen tijd voor blok. Mm-hmm. Ik had eens gezien dat iemand mensen... Als die video's van bepaalde mensen zag en die zag haatcomments, ging die al op die mensen hun account die al blokkeren. Ook al was dat niet persoonlijk. Dat is gewoon van, dat is een hater, dus gewoon direct blokkeren. Ja. Mm-hmm. Geen ruimte voor. Snap het. Mm-hmm. Wat was jouw fobie? Heel specifiek, ik weet niet hoe dat noemt, dat is zo'n fobie voor zo dingen met heel veel gaatjes. Oh my god! Is dat niet trifobia of zoiets? Disgusting. Ja, ik weet niet wat dat is of van waar dat komt, maar dat zijn zo bepaalde dingen dat ik dan zie en ik denk, ik moet daarvan kotsen. Een zeef? Echt, dat is... Nee, het is... dat is precies zo, bijvoorbeeld zo huid met... Ja, sorry. Keiveel poriën of zo. Ja, zo, waarvan de poriën zo echt gigantisch zijn. Ik weet ook of, niet zo goed. Zo, hoe noemt dat die bee? Een honeycomb. Dingen? Oh, honeycomb is echt hard. My god, dat is echt vies. Dat is zo mooi, dat is de natuur. I love honey. Oh. Ik vind dat zo gek dat die bijtjes dat maken. Maar dat vind ik ook. Maar ik kan dat gewoon niet aanzien.
Good job, guys. Oh, bitches. Maar die heb ik echt al heel vaak zien passeren. Omdat dat was niet, voor mij ook iets heel onbekend. En dan, ja, ik weet niet, ik denk dat ik zo megalofobie had opgezocht. En ineens kwamen zo andere fobieën. En dan zag ik die ook passeren. En ja, allee, can't relate. Maar ik heb wel gemerkt dat heel veel mensen hetzelfde voelen als u, als je die dingen ziet. Ik ken dat wel echt niet meer van die grote dingen. Ik vind dat dan vaak impressionant. Ja, ik heb misschien wel een beetje met de diepte van de zee ook. Oh, de zee scares me. Ik moet daar echt even nadenken. Maar of zo, ik was bijvoorbeeld in Berlijn en er was een hele grote kerkachtig iets. En er was zo, kent je wel van die heel grote deuren vaak, dat je dan moet inlopen. Maar die deur was zo drie keer zo groot. En ik was zo, waarom moet dat zo groot zijn? Ik was er echt ongemakkelijk van dat niet klopt, dat niet in proportie is. Dat is zo... Ik voel mij dan zo heel erg zo... Ik kan echt in elkaar krimpen daarvan. En je bent al zo tiny. Maar alles is drie keer zo groot als jou. Dat is wel waar. Nu, oh nee, moeilijk. Hoe gaan jullie om met jullie angsten of anxiety of depressie? Zijn er technieken voor? Voor die specifieke megalofobia dat ik heb, vermijd ik dat gewoon. ik vermijd dat gewoon. Dus dat werkt. Maar ja, ik weet niet, voor echt angsten en zo... probeer ik, denk ik, mezelf gewoon iets meer dan even te isoleren en meer in mijn eigen hoofd te kruipen. En als ik me ongemakkelijk voel, ga ik even naar de wc, even goed ademhalen. En dan zeg ik, het is allemaal niet zo erg. Ik ga mij bij mensen zetten waar ik mij wel op mijn gemak voel. Of ik probeer mij eigenlijk een beetje uit die situatie te verwijderen. Ja. Dat is wat gewoon ik doe. In een andere headspace te komen. Ja. Want heb ik bij mijn faalangst dan... probeer ik in de ochtend yoga te doen. Of we hebben het ook al gehad over tapping. Ja. Naar ASMR luisteren brengt mij ook echt enorm tot rust. Oh, dat kan even mijn brein gewoon uitschakelen. Als ik niet in slaap kan vallen en ik ben alleen, dan is het wel echt vaak ASMR. Ja. Dat is niet mijn ding. Nee? Nee? Ik vind dat die Nanou dat heel goed doet. Ja. Dat is een Vlaams meisje. En Nanou, dat ASMR. Een dikke shout-out naar haar, die maakt echt goede video's. En ik vind dat leuk, oftewel wrijfgeluidjes, oftewel zo tapping... Ja, zo finger flutters en hoe, al die... Dan voel je dat zo in mijn buik en dan is het zo, yes, nu kan ik pitten. Voor zo die angst van de donkerheid en al die dingen, dat probeer ik gewoon te doen. Maar als ik niet alleen moet slapen, dan zal ik ook niet alleen slapen. Dus ik zeg nu wel van gewoon doen, maar ik zou nog altijd nu niet zeggen van, ik boek die reis gewoon, ik ga dat gewoon doen, want dat houdt me echt tegen. Maar... ik struggle ook wel heel hard met heel heftige verlatingsangst. En daar heb ik wel echt technieken voor geleerd. Dat heb ik ook al heel veel aangekaart online en zo. En ook heel veel mensen die datzelfde probleem hebben. Hebben we ook een paar keer binnengekregen. Ja, echt pittig. Tips en tricks. Tips en tricks. Wat mijn psycholoog... Dus verlatingsangst is een irrationele angst waarvan dat je constant denkt dat... je partner, vrienden, familie, u gaan verlaten. Ook al is daar geen aanleiding voor. Ja. Dus je denkt dan gewoon, oh nee, een droog bericht. Dit is het. Dit is het einde. Oei, ik heb die 3 uur niet gehoord. Shit. Nu komt dat niet meer goed. Dat is echt heel vermoeiend, zowel voor jezelf als voor de persoon aan de andere kant. Dat is kut. En dat was bij mij op een bepaald punt zo heftig geworden... tegen de zomer dan, omdat COVID, die had dan een nieuwe job. En dan ging die heel veel nieuwe mensen leren kennen. En dat is ook een groot symptoom van verlatingsangst, is dat je dan het gevoel hebt dat iedereen, dat je partner of vrienden of weet ik veel wie, leren kennen, die is sowieso beter dan u. Ja, leuker, sociaal. Ja, ja, alles voor jezelf, alles wat jij niet hebt, dat zullen die personen wel hebben. Ik vond dat toen super heftig en toen heb ik ook wel gezegd tegen mezelf van oké, nu moet ik echt wel even in therapie gaan. Ik heb dat dan gedaan. En eigenlijk is het vooral als je zo'n aanval krijgt, want dat komt echt ook in aanvallen, ademen. Sowieso, want ik kom daar echt van in. Dat is het enige moment dat ik denk ik dicht ben gekomen tegen een paniekaanval of zo. En vooral even tegen u, uit jezelf zo wat treden en naar de situatie kijken alsof je tegen een vriendin zou bezig zijn die dat tegen u zegt. En eigenlijk ook beseffen van, er is hier niks aan de hand. Ik heb geen... reële voorbeelden van dat er iets aan de hand is. En ook je trigger weten te herkennen. En ook zeggen tegen jezelf van, kom, wat is nu bijvoorbeeld dat mij nu triggert? Wat maakt mij nu zo plots zo bang? En waarom wil ik nu ineens veel berichten beginnen sturen? En waarom wil ik die dichter trekken? En vaak is dat gewoon een traag antwoord. Maar
dat mag ook perfect, hè. Ja. Dus dat is wel echt iets wat ik echt heb moeten leren, om jezelf ook gewoon even de realiteit van alles te inzien, ook al is dat niet zo gemakkelijk. En ik heb daar ook altijd een dagboekje voor bijgehouden. Als ik zo mijn verlatingsangst aanvallen voelde en had meegemaakt, dan schreef ik dat ook altijd uit. En dan kon ik dat zo opschrijven van, kijk, nu lig ik alleen in mijn bed. Ik ben wakker geworden. Ik heb nog geen slaapbelbericht gehad, bijvoorbeeld. Dus dit gaat er nu door mijn hoofd. Ik denk dit, ik denk dat. Alles is hier aan het spiralen. Maar dan probeer ik daar niet op te handelen naar hem toe, maar dan vooral zo bij mezelf te houden. Ja, zelfreflectie. Ja, want het stomste wat je eigenlijk kunt doen bij verlatingsangst is er naar handelen. Want je duwt iemand eigenlijk onbewust weg. Mm-hmm. Ook al is dat juist wat je niet probeert te doen. Mm-hmm. Maar ook zonder elkaar kunnen zijn, is ook een kracht. Ja, dat moet absoluut. Je ook echt kunnen. Het is niet erg om je... Als die bijvoorbeeld mijn vrienden is, vind ik niet dat iemand je constant moet sturen of zo. Personally, als jij dat wel wilt. Ook zeker, zeker goed. Mm-hmm. Maar... Ja, omdat je eigenlijk... Langs de andere kant, stel dat jij dat zou zijn en jij spreekt met je vrienden af, dan ben jij ook niet de hele tijd aan het denken van ik ga de hele tijd berichten sturen. Ja, nee, een keer zo'n check-up van, oh, by the way, het is hier tof, hoe is het bij u? Ja, wat ben jij aan het doen? Thuis, En inderdaad, die dingen, dat helpt eigenlijk al. Dat je zo even jezelf in de andere positie plaatst. Van oké, maar ik zou zelf ook niet de hele tijd aan het sturen zijn. Dus het is oké. Okay. Ja. Het spiegeleffect, dat pas ik echt heel veel toe. Van, jij komt naar mij met een bepaalde attitude, dan kun je hetzelfde verwachten. Of echt gewoon op elk vlak altijd die spiegel trekken. Ja. Maar het is wel heel sterk dat je dat zelf besefte en dat je dan ook hulp zou gaan zoeken daarvoor. Ja. Want dat is uiteindelijk ook wel de moeilijkste stap, denk ik. Ja, ik ben wel vroeger, toen bij mijn allereerste break-ups en zo, ben ik ook wel veel naar de psycholoog geweest. Ik ben daar toen lang mee gestopt. En ik weet nog, zo de eerste keer dat ik dan terugkwam voor die verlatingsangst, zei hij ook gewoon zo tegen mij van, vertel mij nu eens van waar dat je denkt dat het komt en wat er al is gebeurd zo op je liefdesvlak en zo. En die vertelde dat. En ik heb dat nu echt zo weer... Oh, ik moest zo wenen toen ik dat allemaal zo aan het uitleggen was. Er zijn echt mensen die mij zoveel pijn hebben gedaan vroeger. En dat ik daar echt zo littekens van draag, dat vind ik echt kut. En ik kan daar zo nog altijd echt boos om worden dat die zo... Dat het effect is dat die zo mij hebben gehad. Ja. En heb ik gewoon zo vaak nog moeite mee. En ja, ik vond dat wel eye-opening. En dan zo mini-stapjes dat ik dan zo voor mezelf heb daarin kunnen bereiken. En dat blijft u zo wel nog wat achtervolgen, die verlatingsangst. En dat komt echt zo mijn hoogtes en laagtes. En ja, ik weet, binnenkort gaat die... voor zo weg mijn reis, voor het met mijn Clementine. En dat is ver en dat is ook wel kleine 10 dagen of zo. En dan heb ik daar wel op voorhand al stress voor. Maar ik weet dat ik me er niet op mag vastpinnen. Want dat triggert juist dingen van, als er dan iets zou gebeuren, ga ik zeggen... Ja, zie je wel? Ja. Ik heb het, en dat is ook een heel ding van verlating. Van, zie je wel? Ik heb toch gelijk, hè? Ja, plus de periode tussen dat je weet van, hij gaat op reis en... Het moment dat je daar begint over na te denken, maakt je onbewust de momenten samen ertussen ook al een beetje tense en misschien kut, omdat je eigenlijk al begint te reageren in die andere situaties, nog voordat hij vertrokken is. En voordat er mogelijk iets gebeurd is. En je geeft jezelf ook dubbel stress, want je bent nu al aan het stressen voor iets dat misschien totaal niet nodig is. En dat uitzicht sowieso ook in discussies of ruzies die eigenlijk onnodig waren. Dat is waar. Maar ik vind wel dat ik al grote stappen vooruit heb gemaakt en mezelf meer kan controleren erin. Mm-hmm. Dus ik vind wel, en ik heb denk ik 3-4 sessies of zo gehad, dus ik vind dat wel zo, iedereen die daarmee struggelt en denkt van, ik zit daar echt vast mee en dat heeft invloed op mijn relatie en mezelf, want uw eigen welzijn het is meer dan enkel uw relatie, het is ook echt uzelf. Mm-hmm. Het is echt geen schande om de stap te nemen naar iemand die je daar tips in kan geven. Ja. En het woord psycholoog of psychiater is voor sommigen heel groot, maar dat heeft mij wel echt veel meer rust gegeven. Ik ben zelf nog nooit naar een psycholoog geweest, maar ik vraag me altijd af van, oké, er zijn sowieso dingen waar ik over zou kunnen praten met een psycholoog, maar hoe is zo'n eerste gesprek? Je komt binnen en hoe begint dat, zo'n... Bij mij was dat altijd, vertel je eens waarom ben je hier? Mm-hmm. Wat wil je juist bespreken? Zijn er dingen dat je wilt beteren? Of specifieke dingen waar je mee struggelt? En dan begin je gewoon te vertellen, eigenlijk. Oké, en dan gaat hij echt gewoon door op de dingen dat je aan het vertellen bent. En dan vraagt hij soms dingen door. Of dan
ja, besef je dingen, zo link je dingen aan reacties dat je nu hebt, dat dan eigenlijk door iets anders komt en dan kan je eraan beginnen werken en zo. En is dat dan zoals in de films, dat die er wel zo notities aan het nemen zijn, of zijn die echt gewoon aan het luisteren? Ja, soms wel notities, maar dat is, ja, ze hebben veel patiënten. Ja, tuurlijk, dus dat is wel. Ik kan me dat gewoon, ik heb dat alleen nog maar in films gezien, dus ik kan me moeilijk voorstellen hoe dat zo'n eerste sessie dan zou zijn. Ik heb nog nooit plat op een bank gelegen. Ah, ja, ik ook niet. Nee, maar de mijn die gaf mij ook effectief les. Die, dat was een heel visuele psycholoog, wat ik heel nice vond. Want die legde mij dan zo'n bepaalde cyclus uit van de verlatingsangst, van trigger en een bepaalde reactie. En dat, dat was heel, heel eye-opening. Ik gebruik die nog altijd. Maar nu ontglipt hij mij even, dus ik vind het even kut. En dan vond ik dat wel fijn dat hij mij echt zo wat les gaf. Ja, dat is heel tof. Er zijn ook soms therapeuten of psychologen die ook huiswerk geven, zeg maar. Mijn zus had bijvoorbeeld dagboeken en zo. Of soms moest ze dingen online gaan invullen en zo een beetje reflecten over haar leven. En dat vind ik ook wel leuk, eigenlijk. Yeah. Dat niet gewoon praten en weten is, maar dat ook werken. Dat eigenlijk echt iets van aan jezelf te werken. Ja, ja, inderdaad. Het is niet gewoon zo'n ween-ween-sessie en je gaat naar huis. Het is echt wel... Want ja, veel mensen dan ook denken van, ja, wat ga ik nu... €70 per uur gaan uitgeven, dan je gewoon een uur gaan zitten en een beetje gaan babbelen. Ja, dat is me. Ik ben blij om deze versie nu te horen, want ik heb zoiets van, of ik dat nu tegen de muur vertel, tegen mijn beste vriendin vertel, of I don't know, of tegen inderdaad een psycholoog, wat is het verschil? Ja. Een psycholoog is, naar mijn mening, iemand die altijd super neutraal, non-judgy, en dat vond ik wel fijn. Ik kon daar ook zo dingen vertellen die ik niet tegen mensen durf zeggen. Bijvoorbeeld uit vorige relaties, toen ik een break-up had gehad, zo geheimen dat er toen waren gebeurd tussen mijn ex toen en ik. En die zijn, die kennen u niet, die kennen uw ex niet, die kennen uw vrienden niet, die gaan dat allemaal voor zichzelf houden. Ik vond dat zo een safe space waarin dat je nu eens echt alles durft vertellen, zonder... Want ik heb soms ook schrik dat die gewoon naar uw hand gaan praten. Nee, dan heb je niet de juiste persoon. Wat ik ook had, is toen ik jonger was, toen ik 15 was, hebben wij een heel zwaar auto-accident gehad, waar ik het heel moeilijk mee had. Ik had daarna heel veel last van de traumatische stress, dat erna kwam, paniekaanvallen en nachtmerries. En, het was een heel heftige periode. En toen heb ik eigenlijk een paar psychologen, therapeuten gehad. Maar toen was ik 15 en ik vertelde en ik was keihard aan het wenen en ik had het super moeilijk. Mijn mama lag in het ziekenhuis, mijn zus lag in het ziekenhuis. En wat zij dan zei, dat was... Ah, dat was wel moeilijk voor jou waarschijnlijk. Oh, maar dan zou ik zot worden. En voor mij was dat dan echt zo... Are you fucking kidding me? Is dit wat... I mean, I know it's hard for me. Ik ben aan het afzien en je bent niks aan het doen. Dus ik heb eigenlijk heel lang een negatief beeld gehad daarvan. Totdat ik nu in mijn 20 jaren terug op zoek ben gegaan. En het is eigenlijk nog altijd moeilijk geweest. Nu ga ik eigenlijk naar mijn huisdokter. Zij weten eigenlijk heel veel van onze jeugdsituatie en van alles. En ze zegt gewoon dat ik zo 2 slotjes moet boeken en dat ik dan gewoon bij haar kan komen praten. En echt, ze zijn echt zo goed. Ze leggen alles uit. Soms kan ik gewoon iets uitleggen en die kan dat gewoon zo direct linken. En die is zo empathisch. En honestly, it's the best. Ja, ik merk wel bij mijn eigen vormen van depressie of angst of zo, dat praten gewoon, dat er uit je systeem echt fysiek... zeggen dat echt al bijna de helft van al het werk doet. Ja, als je dat in jezelf houdt, kan dat gewoon zo oprotten. En dat gaat dieper en dieper door dat gewoon constant opnieuw af te spelen. En wat ook nog helpt, zijn energy healing massages, heb ik bij mezelf ondervonden. En als dat niet werkt, ook gewoon echt fysieke Thaise massages bijvoorbeeld, om die blokkades. Blijkbaar zat ik een tijd geleden helemaal vast in mijn schouders. Ik dacht eigenlijk dat die gewoon op een bot aan het duwen was en aan het masseren was, maar dat waren dus gewoon stressknobbels. Dus dat kan ook wel Ik ben helpen. Nu een boek aan het lezen en die noemt The Body Keeps the Score. En dat gaat over hoe je lichaam echt trauma heel hard vastpakt en vasthoudt en dan hoe dat je dat kan helpen. Oh mijn god, ik was onlangs, een maand geleden, was ik zo een soort van yin-yoga gaan doen. En ook zo met klankschalen en zo. Als mijn papa dit hoort, gaat hij echt schreeuwen, want die vindt dat vreselijk. Maar ik weet niet, ik kan daar echt rust uit halen van gewoon even zo'n uur te kunnen stil zijn met jezelf en met je lichaam. En even heel gefocust te zijn op spieren dan trekken zijn. En ik had dat zo voor de tweede keer gedaan of zo. En op een bepaald moment mocht je dan zo 1 kwartier voor het einde even gaan liggen met een dekentje. En gewoon zo bijna slapen en echt gewoon in jezelf. En de lerares kwam dan langs om eigenlijk ook zo op je schouders en zo even zo wat druk te zetten. En ik had dat zo niet zien aankomen, maar ik was
zo in mijn hoofd dat ik met situaties waar ik had ingezeten en realisaties dat ik ineens kreeg, dat ik was beginnen huilen, maar zonder dat ik dat zelf wou. Dat is echt zo'n emotional was, release van ja, je lichaam. En ik voelde echt zo dat mijn wangen nat aan het worden waren, maar ik voelde ook dat ik zo ging beginnen schokhuilen. Gewoon door, ja, maar echt ja, gewoon dat je zo dat wil tegenhouden. Dus ik was zo, oh my god, maar ik lig in de yoga, bij de yoga, bij de mensen. Iedereen is hier aan het chillen en ik... Maar dat is echt normaal, hè? En die vrouw kwam dus en die begon zo op mij zo te duwen, maar die zag niet dat ik aan het huilen was. En ik begin net zo te lachen, omdat ze dat niet door had. En zij zo, oh, sorry, ja, dat kan gebeuren, hè. Want dat is inderdaad, hè, even focus op je eigen en dat is oké. Ik zal naar de volgende gaan. En ik was zo, ja, dank u. Nadien voelde ik me zo embarrassed dat ik daar was beginnen huilen. No! Tijdens de yoga, terwijl iedereen gewoon aan het chillen was. Maar dan besefte ik ook wel van, wow, maar er zijn echt wel dingen waar ik even over moet nadenken. En een psycholoog is misschien wel goed, want ja, er zijn zo situaties dat je heel moeilijk met andere mensen kunt overbabbelen, omdat jij de enige bent die dat in zo'n situatie hebt gezeten. Ja, en ook, ik heb ook bepaalde dingen die ik ook gewoon met niemand wil / durf delen uit schaamte of zo. Ik heb dat oprecht nodig om dat wel tegen iemand te kunnen zeggen die echt volledig losstaat van mij en die neutraal is. Ja. Want uiteindelijk, wat je ook zo tegen mensen gaat zeggen, iedereen heeft een bepaalde band met je. Als mijn zus iets tegen mij zegt, een volledige veiligheid of zo, ga ik dat altijd doen vanuit een beschermende positie voor haar. Mm-hmm. Dus ik vind dat heel goed, omdat sommige dingen... Ik ben een open boek, maar op veel vlakken ook eigenlijk niet. Ja. Er zijn veel dingen die ik toch zo in mezelf hou. Ik ben zelf ooit eens beginnen wenen op een event van Antwerp Avenue. Oh. Die had toen een event georganiseerd en er was er ook iemand die zo van die chakra healings kwam doen. Oh. En dan mochten wij zo elk om de beurt naar daar. En oftewel moest je een vraag stellen, oftewel ging zij je energie lezen. Dus ik kwam daartoe en die zei tegen mij van, jij hebt geen vraag. En ik zo, nee. Ik was er al heel de tijd over aan het denken van, ik heb eigenlijk niks. En die zo, ja, nee, ik zie dat wel allemaal goed zit bij je of zo, maar dan zei ze iets van, ik ga eens kijken naar je chakras. En dan deed hij zoiets en dan kwam hij ook zo over u, maar gewoon zo van die dingen. En dan zei hij zo van, ja, energie zo uw hartchakra zit goed geblokkeerd, zei hij. Je hebt veel, maar ja, komen zij toe, maar dat is toch super algemeen. Maar ik was daar echt zo ja, meid, je hebt heel veel oude boosheid en oud verdriet in je hart zitten. Ja. En dan ik zo, giet dat even, zo van, oh klopt. Shit. En dan heeft hij mij zo wat vrijgemaakt. Maat, ik was daar aan het wenen. Ja. Maar dat was raar, want die raakte mij niet aan. Nee. Die was gewoon zo aan, die was zo aan het... Ik ben echt een grote gelover van energy, ja, healing. Ja, ze was daar niet goed. Maar wij zijn ook Latina's. Dat is waar, maar zo Sali en weet ik veel wel allemaal. Of zo, was dat Reiki? Noemt dat Reiki? Ja. Dat is een beetje hetgeen dat jij hebt ervaren dan. Dat ze zo over u gaan en dat je lichaam echt gewoon begint te bewegen zonder dat er een physical touch is. Ja, het was bijna dat. Het was eerder gewoon echt zo de druk dat ze legde, want ze raakte mij wel aan. Ah, ja. Het was echt gewoon zo de druk op mijn borst. Nee, ja, dat is precies inderdaad zo die bad energy dat zo aan het uitduwen was. En ik was zo, wow, what the fuck. Wow. Ja, maar ik vind dat wel... Ik was daar helemaal niet goed van. Dat zijn dan zo wat alternatieve medication dingen, ja, wat sowieso interessant is. Ik ben dan nu eigenlijk al 2 jaar antidepressiva aan het pakken. En dat is dan meer westerse medicatie. Ik weet dat dat niet voor iedereen werkt. Dat is voor mij ook totaal niet... op een dag gewoon beslist van ik ga dat pakken. Dat is echt al jaren dat eigenlijk wordt aangeraden. Ik heb in mijn jeugd, ik heb geen mooie jeugd gehad. Ik heb heel veel dingen meegemaakt in mijn tienerjaren. En ik heb eigenlijk een beetje spijt dat ik daar niet vroeger aan ben begonnen. Mm-hmm. En het is aangeraden geweest door alle dokters die ik ooit al heb gezien, door mijn neuroloog en mijn dermatoloog en mijn gynaecoloog. En dan uiteindelijk, als ik dan terug naar therapie ging, was dat dan ook de oplossing. Want we hadden al zoveel dingen geprobeerd en niks werkte. En dan was dat uiteindelijk, zijn we daarop gekomen. Dan ook met mijn dokter besproken, die nu een beetje mijn therapeut is. En ik heb dan uiteindelijk besloten om dat te doen. En honestly, dat is echt mijn held geweest. Ja. Ik zou echt momenteel niet weten hoe dat ik zonder zou moeten gaan. Dat is echt, sinds dat ik dat pak, is dat zo'n verandering geweest. Dat is wel echt ook gewoon fijn, want dat is nog altijd zo'n omstreden ding. Hè, terwijl dat effectief voor veel mensen wel een oplossing biedt. Mijn zus neemt dat nu ook al een paar jaar en die zegt ook van, het gaat zoveel beter met mij sinds ik dat neem. Ik heb dat zelf ook een tijdje lang geleden genomen, maar voor mij was dat
not the solution. En dat is ook helemaal oké. Ja, dat werkt niet voor iedereen sowieso. En I do not take it lightly. Ik zeg niet tegen mensen van, je moet dat nu gaan nemen, want dat heeft mij geholpen. Ik weet gewoon dat dat heel persoonlijk is. Ja. Ja. En voor mij, ja, ik zeg het, dat is echt de held geweest. Ik denk dat dat vooral belangrijk is, dat dat iets persoonlijk is. Het is geen quick fix voor iedereen. Nee. Want dat hoor ik soms... Alleen eigenlijk meer en meer dat dat heel snel wordt voorgeschreven voor iedereen. En dat die personen zelf moeten zeggen van, maar wow, dat is totaal niet aan de orde. Ja. Ik heb een vriendin die constant antidepressiva voorgeschreven kreeg, maar eigenlijk ook na gesprekken met dokters en specifiek de verhalen die zij had of de issues die zij had, bleek dat die angstremmers nodig had en zo. Totaal iets anders. Is dat een ding, angstremmers? Blijkbaar, ja. Dat helpt haar. Ja. Ja, wie weet zat hij wel gewoon aan de medicatie dat totaal niet voor haar geschikt was. Oh, angsthebbers, dat wist ik niet. Want soms kan ik ook wel echt bezwijken onder mijn schrik. Ik zou zeggen, dat vind ik niet fijn. Oh, we hebben ook de vraag gekregen of dat er homeopathische alternatieven waren. Qua pilletjes, dat weet ik niet. Tegen stress denk ik sowieso iets met lavendel of een kamilletheetje. Ik heb ooit gelezen dat havermout of havervlokken dat helpt als antidepressiva. Oh, echt? Ik heb een tijd uitgetest en ik had wel de indruk dat dat iets deed. Ik weet niet wat dat gewoon in mijn koppen zat, maar... If it works, it works. It works, ja. Weet je, en het is ook niet slecht om meer haver of havervlokken, whatever. It's not gonna harm you. Mm-hmm. Als je niet goed slaapt... melatonine, is dat natuurlijk of niet? Ja, hè? Ja, want je lichaam maakt dat aan, of course. Melatonine is je slaaphormoon. Maar blijkbaar, als je dan niet goed slaapt, moet je, voordat je gaat slapen, 2 kiwis eten elke avond. Oh. Er zit veel melatonine in. Ja. Ik ga dat eens proberen. Die had ik nog niet gehoord. Ja, en ook kiwis. Magnesium? Ja, dat neemt Kobe bij. Ja. Ja. Dat doe ik ook wel. Het is eigenlijk supplementen dan eerder. Ja, zo, vitamine en al die dingen. Ja. Oké. Zullen we kijken naar de andere vragen die zijn binnengekomen? Ja. Wat kan je doen als je altijd maar van het slechtste uitgaat, van het negatieve? Die vraag zou van mij kunnen komen. Ik ben zo'n doemdenker. Mm-hmm. Ik ben vanaf dat ik zo iets meemaak, is altijd direct zo van... Ook als het dan uitkomt, is van... Zie je wel? Als te denken. Mm-hmm. Maar jij bent een golden retriever. Ja. Dus volgens mij ga je dat weer helemaal... Hoe? Ik vind dat ook heel moeilijk. Ik kan ook soms... Ook al heb ik al heel veel blessings in mijn leven gehad, waar ik soms zo... Die misschien dan te hard voor granted neem, kan ik wel ook heel hard focussen op... Dingen die mislopen. Ja. Maar ik heb dat ook wel, hoor. Ik heb ook wel vaak zo situaties waar ik direct zo het negatieve van zie en dan het positieve ook niet meer wil zien of zo. En dan moeten mensen mij wel even zo accountable houden van wacht even. Dit is nog niet gebeurd. Je bent het nu eigenlijk al negatief aan het bekijken. Ja. En dan moet ik even zo een step back doen en gewoon het terug neutraal bekijken. En van oké, het gaat misschien allemaal niet zo erg zijn. En we zien wel wat er gebeurt. Er is toch niets gebeurd. Dus. Denk, we hebben dat eens besproken in een andere aflevering, denk ik. Maar zo'n lijstje maken van dingen waar je dankbaar voor bent. Als je dat zo vaker en vaker begint te doen, ga je dat ook na een tijdje gewoon beginnen zien. Ja. Uw roses en uw thorns. Ja. Ja. Bij mij gaat het negatieve denken wel echt gepaard met mijn perfectionisme. En dat is gewoon keihard uit de hand gelopen. Want ik zie dus, ik ben daar mega guilty aan, maar ik zie in alles het negatieve. Want ik ben een fixer en alles moet perfect zijn. Dus ik wil al het negatieve zodanig graag fixen, zodat het eventueel perfect zou zijn. Ja. Waardoor ik daar zo hyper op focus en gewoon inderdaad niet meer aan het positieve kan denken. Tips en tricks zijn welkom. Ja, ik zag again op TikTok weer zo'n concept van, je hebt je triggers, maar eigenlijk, want ons brein is geprogrammeerd om negatieve dingen op te merken doorheen je dag en daardoor je dag ook direct om zeep te laten helpen, zijn glimmers. Dus je moet de glimmers in je dag zoeken. Dus de leuke dingen dat je dan bijvoorbeeld, je kijkt hier in dat schappelijke en je ziet daarin in zo'n leuk popje, oh, dat is wel schattig. Eigenlijk is dat een glimmer. En dan mocht je dat ook wel gewoon gebruiken om meer de focus erop te leggen van, oeh, dit zijn leuke dingen uit mijn dag. Dus dat je uw brein ook een beetje zo conditioned en traint om meer te focussen op de kleine leuke dingen. Al is het van, oh, maar ik vond echt een toffe kleur van dat. Of, oh, ik heb daar mooie bloemen gezien. Of die we verwachten te grote dingen die vanzelfsprekend zijn eigenlijk al groot genoeg om eruit te springen. Ja. Ja, maar inderdaad. Maar het is ook soms oké om wat slechtgezind te zijn of wat negatief te zijn. Laat het gewoon even over je komen en dan let it go. Gewoon niet blijven vasthouden. Ja, nee, want dat is ook weer zo'n ding, zo toxic positivity. Ja,
Nee. Nee, sorry. Ik kan echt niet met mensen die constant aan het stuiteren van geluk. Nee, dat is ook niet gezond. Ik meen dat echt waar. Ik heb dat geleerd van mijn broer. Mijn broer is slim. Mijn broer leest veel boeken. En die, ik vind dat echt. Ik heb een heel slimme broer. Ik kijk echt naar mijn broer op. En die, ik had steeds toen met die verlatingsangst echt zo'n zware periode. En dan kwam die ook zoveel bij mij zitten dat hij ook zei van... Zo, maar dit is ook gewoon mens zijn. Ja. En dit hoort erbij. Het is niet normaal om je elke dag van het jaar zo hoog te voelen. Dat is niet hoe dat wij gemaakt zijn. Mm-hmm. Want, en iemand had dan ook iets op TikTok gezegd. Oh, maar wij verwijzen zoveel naar TikTok, maar ik vind dat echt een platform dat wel ook veel wijsheden meedraagt. Ja. En veel bullshit. Ja. Maar klopt. Iemand had dan ook gezegd van probeer ook die negatieve dingen... Zoals bijvoorbeeld een break-up, probeer dat ook zo, je hebt dat ook gezegd in de aflevering, probeer dat naar je hand te draaien en naar iets in te zien van, kijk, nu zit ik hier, maar je weet dat je binnen 2 maanden gewoon al veel meer terug omhoog zit en je kijkt misschien op tegen die 2 maanden, maar it is what it is. Het leven is ook soms, ik heb er al veel break-ups voor gehad om te denken van, dit is het einde, fuck. En bij de eerste denk je dat heel hard, maar alles, probeer dat gewoon voor jezelf inderdaad. Ik denk dat de grootste tip is dat we nu kunnen geven, een onderscheid te maken tussen positief, negatief, roses en thorns, glimmers en... En als ik slecht nieuws krijg, probeer ik soms gewoon te denken... Alles gebeurt voor een reden. Ja. Probeer het zo wat te vertrouwen, in het universum te vertrouwen. En dat helpt ook soms, ja. Je hebt dat niet in de hand. Dus... Ja, het gaat een beetje gepaard met de volgende vraag, want iemand zegt... Is het oké om altijd te zeggen dat het goed gaat, ook al gaat het niet zo? Want dat is echt de reflex dat iedereen heeft. Hey, hoe gaat het? Ja, goed. Hoe is het? Goed, met u. Maar niemand gaat ooit zeggen slecht. Ja. Maar ja, als dat een random mens is in de bakkerij en die zegt, hoe gaat het met je? Oh nee, ik heb echt een slechte dag. Dat is ook niet per se de vibe, denk ik. Maar het zou wel een optie moeten zijn. Of dat is waar. Maar jammer genoeg zijn Belgen, Vlamingen niet zo ingesteld. Dat klopt. Ik heb vaak, als mensen mij dat vragen en ik voel mij die dag niet per se supergoed, dan zeg ik wel van, oh ja, ça va wel. Niet per se keigoed, maar ça va wel. Dan moet dat ook gezegd kunnen worden van... Dat je inderdaad niet per se moet zeggen, oh ja, kijk hoe, alles in orde. Dat zal wel. Ik vind dat je dat vooral kunt zeggen tegen de mensen die er gewoon geen business mee hebben om te weten hoe dat je echt voelt of zo. Inderdaad, zo tegen de bakker, ja, wat kan die mens dat schelen? Die wil gewoon zijn brood gaan bakken, verstonden. Ja. Ja. Allee, maar als je dat tegen je vriendinnen zegt van, oh ja, goed, en het gaat eigenlijk niet goed, dan vind ik dat niet zo... Tenzij je het niet wilt zeggen, maar als je eigenlijk weet dat je nood hebt aan meer, dan zou je het wel moeten kunnen... Ja, dan vind ik niet dat we zomaar moeten zeggen, oh ja, het gaat goed als het niet zo is. Dat kan ik ook zelf niet. Maar bij mij kun je dat echt op mijn gezicht aflezen, met mijn hoofd slecht voel. Ik heb een slechte gewoonte van als het bij mij niet goed gaat en mensen zeggen, alles goed met je, dat ik dat gewoon negeer en zeg, oh, hoe is het met jou? Ah, en dan antwoorden die en dan negeren ze mij en dan denk ik, chill. Smart. Dat is een keigoeie tip, gewoon direct zo, you know, reverse. Hup. Nee, hoe is het met u? Ja. En soms is ze zo, en dan met jou? En dan is zo, oh shit. Don't want to talk about it. Don't ask. Het zijn best zware onderwerpen, dus ik wil toch afsluiten met een Lia's Love Notes. En dat is vandaag. You spend most of your life inside your head. Make it a nice place to be in. Oh, maar dat is zo... Gelijk vorige keer dat je dan zo zei van... Je zei... De enige wie dat je alleen je leven bent, is jezelf. Mm-hmm. Be nice to yourself. Ja, maar mijn psycholoog heeft me dat ook zo uitgelegd over dat je je hoofd eigenlijk moet inbeelden als een soort van cafeetje of barretje, zo'n cute restaurantje, whatever, wat jij wilt. En stel, je moet altijd proberen om aan tafel te zitten met liefde en blijdschap en warmte, zo die verschillende emoties. En als je dan bijvoorbeeld verlatingsangst of boosheid ziet binnenkomen, die zetten zich aan die tafel en je mocht wel zeggen van, hey, ik weet dat jij hier bent, maar je kiest om je focus te leggen op je liefde. Ja, en zo. Ja, dat vond ik... Dat is zoals die mannetjes in van Inside Out. Oh ja! Ja, eigenlijk is dat superleuk. En je kunt dat restaurantje, cafeetje, volledig inrichten als je zelf wilt. Maar jij kiest bij wie dat je aan tafel zit en wie dat je aandacht geeft. En dat je volledig zelf in de hand. Ja, want eigenlijk... moet ik dat zeggen? Alle focus dat je legt, bijvoorbeeld op negatieve dingen, trekt je ook weer aan. Ja. Weet je, energy... Attracts? Nee, ik weet niet meer wat... Is dat niet de love attraction? Dat is de love attraction again, maar dus inderdaad, eigenlijk de focus dat jij ligt van ik ben boos, je gaat die dingen aantrekken. Dus daarom, ga aan een tafeltje zitten met liefde. En, yes, girls, dit was het voor deze aflevering. Het was een pittige, maar wel een waardevolle, absoluut. Gevoel. Ook nodig. Ook nodig. Ja. Merci om te luisteren naar deze verhalen, deze onderwerpen. Ze zijn soms best pittig.
Maar weet dat je altijd ergens terecht kunt, ook al voelt dat soms niet zo. En ook bij ons. Ja, ook bij ons. En vooral dat je ook niet alleen bent. Ja. Dus elke wave van emotie die over je komt, elk gevoel dat je denkt van fuck, dit heeft nog nooit iemand gevoeld, zeker niet. Dus klopt. Alles komt altijd goed. Voilà. Dikke merci om te luisteren en thank tot you. De volgende. Yes, bye. And don't forget to like, ah, ja. Subscribe en leave a nice comment. Goed. Lia, zeg dat nog eens. Zeg dat nog eens. And don't forget to like, subscribe and leave a nice comment. Ja. En ook op TikTok en op Instagram en al, hè. Ja, for en op YouTube pod. En op Spotify. En you know what to do ondertussen, hè. Bye! Bye, guys!